Was een jaar vol met protesten door de boeren en voor het klimaat. Oekraïne is nog steeds aan het vechten, want die Poetin die is doorgedraaid. Dit jaar kon niemand iets betalen, huizenprijzen gingen door het dak. De verwarming mocht een graadje lager door de prijs van energie en gas. Corona ging dit jaar voorbij, maar toen kwamen de apenpokken. Amalia die werd bedreigd, in Mallorca waren koppen schoppers. Zal 2023 beter zijn? Ja, helaas hebben we dit jaar ook afscheid moeten nemen van een aantal mensen. Overleden, Piet Paulus maar groot verlies. En niemand kan meer Hagrid spelen. Queen Elizabeth, rest in peace. We hebben ook gevlamd dit jaar. Veel medailles op de winterspelen. Kwartfinale in Qatar gehaald. En Verstappen weer de snelste racer. Zal 2023 nog beter? Wij zijn BENR en we willen iedereen een gelukkig nieuwjaar wensen met heel veel liefde en gezondheid.